Hallo en welkom op deze les waarin uh, je zes uitdrukkingen zal leren in het Nederlands. De les is voor gevorderden. Dus uitdrukking nummer 1. Tijdens de onderhandelingen met de verkopers hadden we een paar moeilijkheden. Vooral omdat ze de prijs niet wilden laten zakken. Ze hielden het been veel te lang stijf. En daardoor waren we geblokkeerd. Dus, wat denk je? Het been stijf houden. In het Engels betekent dat letterlijk to keep the leg stiff. En dat is heel uh, raar. Je zegt dat niet in het Engels. Uh, dus, wat betekent ze hielden het been stijf of ze houden het been stijf. Dat betekent niet toegeven in het Engels, not give in. Dus dat is een goede kwaliteit voor onderhandelaars. Onderhandelaars, uh, negotiators. Dus de vertaling van uh, de zin: during the negotiations with the salespersons, we had a few difficulties, especially because they didn't want to uh, let the price. Go down. Uh, they uh, did not give in uh, for far too long, and that is why we were blocked. Oké, okay, volgende uitdrukking. Ik weende en ze vroegen wat er aan de hand was. Ik heb mijn resultaten gekregen, zei ik. Ik wist dat ze niet goed zouden zijn. Maar nu ben ik met de neus op de feiten gedrukt. Ik zal dit jaar geen bonus krijgen. Dus, aan de hand zijn, is de eerste uitdrukking. En de tweede uitdrukking is, uh, met de neus op de feiten drukken. Wat denk je? Je kan altijd de video op. Pauze zetten. Want hier volgt de uitleg, here follows the explanations. Um, uh, aan de hand zijn, is letterlijk to be on the hand. En dat is ja dat, dat is niet vertaalbaar in het Engels, not translatable, uh, zeker niet letterlijk. Aan de hand zijn is gebeuren. Dus en ze vroegen wat er gebeurd was. What happened? Dus aan de hand zijn is uh, to happen. En met de neus op de feiten drukken is confronteren met de realiteit. Dus ik ben met de neus op de feiten gedrukt. I was confronted with the reality. And neus of the feiten drukken is to push uh, someone with uh, his nose on the facts. Okay, goed. We gaan de text dan eventjes in het Engels vertalen. Uh, I cried and they asked what was going on. I have gotten my results, I said. Uh, I knew they wouldn't be good, but now I'm confronted with the reality. I won't get a bonus this year. Oké, okay, volgende drie uitdrukkingen. Uh, dit IT-diploma is de moeite waard. Veel bedrijven zoeken IT-specialisten en ze vissen allemaal in dezelfde vijver. Je zal dus veel opportuniteiten krijgen. Zo kan je hoge eisen stellen, zoals een bedrijfswagen. Oké. Okay. Drie uitdrukkingen, de moeite waard zijn, in dezelfde vijver vissen en hoge eisen stellen. Oké, okay. de eerste is letterlijk de moeite waard. Ja, dat is worth the effort. En ja, dan. Is dat eh, als je een, een, ja, een moeite doet, als je een inspanning doet, dan is dat goed. Hè. To be worth the effort. Dat kan je vertalen in het Engels. De tweede uitdrukking, ze vissen in dezelfde vijver. Eh, dat betekent dat er veel competitie is in één markt, hm? dat de markt ja, veel concurrentie heeft. Um, they, letterlijk is dat. They fish in the same pond. Uh, en yeah, ja, als er veel vissers zijn in dezelfde vijver, dan zullen de vissers niet veel vissen vangen. They won't catch many fish, uh, the fishermen, if they're all fishing in the same pond. Oké? Okay. En de derde, hoge eisen stellen, is veel vragen. Hoge eisen stellen to ask or to ask high um, to, to, to have high demands. Ok, dus, uh, nu gaan we eventjes de tekst vertalen. This IT degree is worth the effort. Many companies are looking for IT specialists and they're all in the same market so you will get many opportunities you can ask for a lot of things like a company car ok goed vergeet niet je te abonneren op dit kanaal en tot in een volgend filmpje